Er was eens een klein meisje dat Roodkapje heette. Ze werd zo genoemd omdat ze een rood mutsje droeg. Haar moeder had dat mutsje ooit eens voor haar gebreid. En Roodkapje vond het zo mooi dat ze het altijd ophield. Roodkapje woonde in een gezellig huisje aan de rand van het bos. Roodkapje, oma is een beetje ziek. Ze kan geen boodschappen doen. Wil jij dit mandje naar haar toe brengen? Oma ziek, ja. Wat heeft ze dan? Het is heel verkouden. Allee. Voorzichtig, meisje. Goed op het pad blijven, hè? Ik zal snel terug zijn. Dat is goed. Voor het donker, hè? Dag, Roodkapje. Dag, Wolf. Waar ga jij naartoe? Ik ga naar oma. Oma? En wat heb jij allemaal mee? Een fles wijn, een paar appelen, een brood en een peperkoek. Is dat niet een beetje veel voor oma? Oma is een beetje ziek en kan zelf geen boodschappen doen. Daarom helpen we haar een beetje. En waar woont jouw oma? Het is hier vlakbij. Misschien ken je haar huisje wel. Het staat op een open plek met 3 dennenbomen. En langs de kant groeien allemaal braamstruiken. En langs de muur groeit ook nog klimop. Het huisje met de waterput. Ja, je moet daar een beetje voorzichtig zijn. Zal ik een stukje meelopen? Zie eens wat mooie bloemen. Zou je oma daar niet ongelooflijk blij mee zijn? Die staan een beetje te ver. Ik moet van mijn moeder op het pad blijven. Ah, ja. Maar ik denk dat oma heel blij zou zijn met die mooie bloemen. Maar ja, wat niet mag, niet mag. Maar ze zijn wel heel mooi. Och, als ik een klein bosje pluk, kan er toch niks gebeuren. Wie is daar? Ik ben het, oma Roodkapje. Ik heb wijn bij en brood en peperkoek. Kom maar vlug binnen, liever. Oma! Wolf! Smakelijk! Klinkt je stem raar? Ja, ik heb een beetje griep. Ik ben wat hees voor.
hoesten. Wat hebt u in grote oren, oma? Dat is om beter te kunnen horen wat jij zegt. Nee? Ja, hè? En wat hebt u in grote ogen, oma? Dat is om je beter te kunnen bezien, mijn hartedief. En wat een grote handen. Oh, ja, dan kan ik je beter vastpakken, hè. En zulke grote tanden, oma. Ja, dat is om jou beter te kunnen opeten. Ja, oh, dat was lekker. Niet lang daarna kwam er een jager langs. Hij kwam wel vaker binnen om een kopje thee te drinken. Gelukkig maar. Grote hemel. Wat snurkt oma. Zo heb ik er nog nooit horen snurken. Zo. Dus daar ben jij, ouwe schurk. Eindelijk heb ik jou te pakken. Oeh, zo te zien heb jij iets te veel gegeten. Toch heb jij misschien een oud dametje gekookt? Nou, we zullen eens zien. Kijk eens aan. Als ik het niet dacht. Tot die schurk. Kom maar. Oh, wat? Wat? Jij ook, Roodkapje? Jongens. Kom maar uit, kom. Wacht even, Roodkapje. Kun jij me nog even helpen? We zijn nog niet klaar. Kijk, ik vul hem op met deze koekoeksklok en met een paar stenen. Dan naaien we hem dicht en dat zal hij niet prettig vinden als u morgen nog wakker wordt. En nog voor de wolf wakker werd, verstopten ze zich om te kijken wat er zou gebeuren. Mijn maag ligt precies een beetje in de knoop. Ik heb te veel gegeten. Dat kleintje was er te veel aan. Boze wolf waren ze voorgoed verlost. En dankzij de goede zorgen van haar kleindochter werd oma snel beter. En sinds dit avontuur is Roodkapje nooit meer van het pad afgedwaald. En leefde ze nog lang en gelukkig in het mooie huisje bij het bos.